sieraad, o Israël, op je hoogtes leid het verslaan. Hoe het die helden geval? Vertel niet in Gat, verkondig het niet op die straten van Askelon niet, zodat die dochters van die Filistijnen hulle niet verheug, die dochters van die onbesnedenis niet jubel niet. Bergen van Gilboa, mag op jullie geen dauw en geen reen en geen velden van offergaves wees niet. Want daar is die schuld van die helden weggegooid. Die schuld van Saul, zonder dat het met olie gezalfd is. Zonder die bloed van die gesneuveld is. Zonder die vet van die helden het die boog van Jonathan niet achteruit gewijk. En die zwaard van Saul niet leeg teruggekeerd niet. Saul en Jonathan, die bemindes en lieflikes, is in hulle leven en in hulle dood niet geskeien nie. Vinniger as arende was hulle, sterker as leeuws. Dochters van Israël, ween oor Saul, wat julle weelderig bekleed met skarlaken, wat gouden versiersels aangebring het op julle gewaad. Hoe het die helde geval diep in die geveg. Jonathan lei verslaan op jou hoogtes. Ek is benauwd oor jou ontwil, my broer Jonathan. Jy was voor mij baie lieflik. Jou liefde was voor mij wonderlijker als die liefde van vrouwen. Hoe het die helde geval en die oorlogswapens verloren gegaan? Daniel Johannes Stefanus Tromp, geboren 9 mei 1872 op Tulbagh. Hij wordt onderwijzer, aanvankelijk in die Vrijstaat. Later procureur op Kreersdorp. Hij is bekend voor die vloeiende Engels wat hij praat. Maar hij blijft een vurige patriot wat geen discriminatie tegen die Afrikaner volk doet niet. Zoals een zekere meneer Moneypenny, redacteur van de Star, op een dag moest uitvinden. Kort voor die Tweede Vrijheidsoorlog sluit hij om bij die Weermacht aan en sticht die bekende wielrijdersrapportgangerskorps, een geduchte spannetje fietsrijders. Die wielrijders het gauw bewijs dat de fiets in zekere situaties baie beter benut kan worden als een paard. En gedurende die eerste jaar van die oorlog wordt hij een legende. Danny Tromp, baas verkend. Werner! Kaptein Tron, wielrijders kort, zo ver van de rode Wetselaar. Omtrent een mijl aan, net om uw koffie, kaptein. Dank je. Ik kan niet paniek veroorzaken, die burgers moed is gebrek. Engelse breek ooral deur. Hier. Ja, maar al boot dan net nie. Het helpt niet om verskoning te zoeken, man. Vul op boot as sê, Tenissen was te haastig. De poging was een mislukking. Tenis in een stuk of 100 man gevangen geneem en Kroeje toch precies waar hy was. Hele wat het betekent als Kroeje nie daar uitkom nie. 4000 boeren, mans, vrouwens en kinders tot oorgave gedwong. Ons moet hem maar uitkreef voordat het te laat is. Het dringt 15.000 Engelse rondom. Stel nie belangen Robert's kolonne die man. Getallen tot het dus fijn gepland nie. Ja. Kaptein Tron is die man net aangekomen. Zullen we ook wel om zien. Ons sal morgen weer beraadslag, heren. Is die kaptein daar? Oké. Man, kaptein. Toe plezier. Blijf te kennen. Generaal de Wit wil ik graag spreken. Hans, meneer. Vermaas is van. Wat is er op de generaal? Ah, kaptein. Welkom bij ons. Dank je, generaal. Zet. Gaan het allemaal goed hier, generaal? Met ons, ja.
gehoor van generaal Cronje se benari. Ja, hy moet die gast aan die oor gee nie. Koffie. Dankie. Maar generaal het seker 'n plan. Ja, ek het 'n plan om daar weer uit kry, maar jy sê maar sommer drink ons nog nie seker kon kry nie. Maar kommunikasie is ons probleem, ou sien. Daar lank al sikkel ons meneer Leo Grawe, as ek hulle deurkom nie. Maar kan generaal dan nie iemand stuur met 'n boodskap nie? Nee, wat as jy nee, nee. Engels is hulle nie so dag om Kroonje saamgetrek, is kaars en muis as hulle deurkom. Hy is nie altyd die man nie, generaal. Met generaal se toestemming. Ek sal graag wil probeer. Jy sien kans om 'n boodskap na Kroonje te deurneem. Ja, generaal. Wie wat het behels? Kroonje se mense lê hier vasgekeer. Op die walle van die modderrivier. By Paarberg. Al glo ellendig daar. Robert is vooral losgebrand, grof geskudde bij mensen. Hij wist niet van die vrouwen en kinders vandaag aan die campus nie. Ik heb daarvan gehoor, generaal. Ja, die Engels is ooral. Weet u hoe iemand hartelijk aan deurkom nie. Ik zal proberen, generaal. Bora aan. Goed, kaptein. Danny, is je getrouwd? Nee, generaal. Nee? Nee, generaal. Dag, generaal. Dag, zin. Maar kapie neemt tenminste iemand saam. Een man staan erbij bij de kaas om deur te komen, Jan. Ja, maar hoe kom jy gaan? Stuur iemand anders. Als die Engels jou vang, is die hele korps naar zijn maai. Weet je hoeveel Engelsen is daar? Een paar duizend. Je kappie, ik verstaan jou niet. Je laat eens een klomp Engelsen in voeteren. Je weet, die staan geen kans niet. Die tart moest naar die noodlot. Die tart niet. Net dus. Na die slag van Paardenberg op 18 maart, het Cronje blij hoop dat hulp zou opdagen. Maar die Engelse wou klaarspeel. Baie van Kroniese burgers is gevangen en talle het reeds oorgegee. Daarom moest Tron met sy mondelinge boodskap by die laar uitkom. Mondeling, sodat daar niks aan hom gekry kon word as die kakies om sou vang nie. Ze het geen centrale laar gehad nie. In hulle duisendtalle was hulle versprei reg rondom die gebied. Twee van Tronse manskappe het om laatmiddag tot na by die linies vergesel, sy fiets teruggeneem en hy was op sy eie. Die middag word die terrein degelijk verkend. Die waagstuk wat hy wou aanpak getaxeer. En toe kon hy maar net wag vir die donker. Soos die gebruik daar die jare was, is gevechte teen som onder gestaak. Party soldate kon gaan rus en ontspan. Ander moes sorg dat die kordon ondeurdringbaar bly. Niemand van buite moes met Cronje kontak maak nie. Tron se grootste probleem was die kampvuurlinies. Sover sy oog kon sien was daar vure, met wagte wat kruisend dwars daartussen marcheer het. Linie na linie na linie. Die wachtposte het die Engelse linies haas ondeurdringbaar gemaak. Soos Tron later in 'n verslag sê, die wagte was so wat 10 tree uit mekaar. Ek sou dus moes kruip, op hande en knieën. Om deur te kom het onmoontlik gelyk. Maar soos het later in sy lewe gebleik het,
was die onmoendelijke, die doodsgevaarlijke, juist die dingen wat Ron getrek het. Zonder om verder te aarzelen, het hij dus begin met zijn deurtocht. Die eerste in een reeks waagstukken wat van hem een legende zou maken. Crazy alarm. You're dead, my boy. You didn't see me. You understand? Carry on. Come on, move on. Dwars deur die nacht het Ron soos 'n skim tussen die vijand deur beweeg en letterlik kilometers afgelei, gesluip, geswem, hande viervoet gedoop. Soos hy later een vriend vertel het, my hande en knieën was rooi van die blare, want het was stukkend van die dorings en skerp klippe waaroor ek onder het ree ver moes kruip. Totaal uitgeput gun hy om slechts 'n kort ruskansie, voordat hy vroegoggend die laaste skof na die geteisterde laar aflei. Met sonne vervat die Engels hulle aanval op Cronier se laar. Number one, fire! Die to
toestand was hachelijk. Onbewust van die zowat 50 of 60 vrouwen en kinders in die laar, het Roberts die boeren mag amper een week lang van alle kanten af laat bombarderen. Mensen het weggekruipen, sloten, gaten, onder die wallen van die rivier, wat vol was na eeuwige regen gedurende die nacht. Kunnen nummer 5! Terugschiet kon er niet meer. Met al die kanonnen verwoest, was die Britse stellings buiten bereik van Mauserkoels. In zijn verslag aan president Kreur beschreef Tron die toestanden wat hij aangedreven had. Daar zo wat 25 mensen dood en 50 gewond. Kost om te eet bestaan omtrent die meer. Er is hartverscheurend om te zien hoe mensen wat betrekkelijk licht gewond is, vergaan wens gebrek aan zorg. Dooie peren leven bij hulle honderden hier rond. Dit besmet alles en die slechte reuk is bijna ondraaglijk. Daar was geen vechtlus meer. Die mensen het geword zoals levende dooies. Uitbreek. Is onmoontlik. Generaal sê die met meer as 4000 burgers. As jy in die Engelse hande val, sal het een groot slag wees. Is die ek wat wil oorgee in die ou seun. Is my arme mens, kyk net hoe lyk hulle. Ons kan hier ons dooies begrawe nie. Ons sal hoeveel dae wat ons hier sit, vastgekeer. Elke dag onder die koels en die bomme. Geen kos meer, die water is besmet. Generaal moet uitbreek. Generaal de Wet sal Engelse aandag aflei en hulle bezig. Ek weet nie, sien, wat my officiere praat omtrent al allemaal van orgie. Velgie? Ek my velgie is my hele krijgsraad teen my is. Ek kan ook nie meer nie. Kijk hoe lyk die arme vrouwens en kinders. Generaal self. Ek voel generaal die plan. Ek kan werk. Ek moet net werk. Is dit geen ander keuze nie. Maar ek gaan kyk of ek met hulle kan praat en hulle oortuig. Is dit vannacht moet wees, generaal? Vannacht? Ons tyd is min. Maar die rivier is nog propvol na al die rent. Morgen nacht dan. Ek sal my best probeer. Vannacht oorblik. Nee, generaal, ik moet terug. Generaal de Wet verwacht mij.
Gedurende die dag beweeg Tron tussen die mense deur. Probeer hulle moed inpraat. Probeer hulle oortuig dat hulle moed uitbreek. Maar niemand wil eers meer luister nie. En die nacht moet hy terug. Weer deur die linies. Weer op sy knieën. Een baie gehavende Tron kom terug bij de wetselaar, sy een been so beseer, dat hy daarna nie sonder hulp op 'n perk kon kom. Net in de koppen kan krijgen dat het al uit weg is. Het zal niet makkelijk wees, nie, generaal. Die mensen zijn moed is gebrek. We blijven meer weg nie. Ja, als kan nie net weer sy commandant aan sy kant kan krijgen. Ja, wacht eens maar. Ik zal die verkenners mee op hoogte hou. Zodra daar een beweging is, klim ons in. Kijk uitgeput, Hussein. Dat je mag eens kom maken, moet je gerust. Danny. Ik is trots op jou. Als mijn mannen wat ze kon recht krijgen, die je recht krijgt. Dank je, generaal. Verstaan dat dit lig geword voordat de volle boot aan sy stellings kon bereik. Anders sy Metelissen was te haastig, te vroeg aangejaag. Hoort ook al sy ons, maar wacht en hoop kreeus ons aanbod aanvaard, ons kan ook voor help. Nou, kaptein, gaat het al beter? Oh ja, generaal, het gaan allemaal weer aan. Je kent de heer Walmerans, hij is van de uitvoerende raad. Oh ja, ons het al ontmoet. Ek moet jou geluk wens met jou stukje werk nog kreeg hier toe, kaptein. Ek kan jou verseker ons Transvaalers is trots op jou. Dankie. Jy is nou aanleiding daarvan, generaal, wat ek een voorstel wil doen. Ja, dat is hoor. Ek het Vrystaat toe gekom met die idee om een speciale korps te stig. Een kinderskorps, een groepje uitgesoekte mannen. Speciaal opgeleid en goed toegerus. Het bereid is om ter enige tijd achter die vijandelijke linies te gaan spioneer. Dus lang al zo'n korps gehad het, wat die oe en die oren van die generaals kon wees, dan sou die Engelsen niet zo ver die Vrystaat binnen gedring het. Dan sou generaal Cronier waarschijnlijk niet vastgekeer sit nie. Ik denk dat het een uitstekende idee. Dan gaan we plannen. Ik ga morgen terug Transvaal toe, heer Walmerans. Het invloed door die president. Het is niet nodig om te wachten tot Danny, kaptein. Ik zal morgen telegraferen. Bye, dank je. Ja. Goeienacht, kaptein. Goeienacht. Dag, generaal. Bye, dan. Ja, meneer Mannen, verzeker liever gaat het, hè. Dit is moest wat ik toch een hele kort te zetten. En ons wordt zo. Thank you.
kom jullie van generaal Cronje af? Ja, generaal. Waren Vinter en mijn zin Roelof. Ik kom... Ja, hoe jullie doorgekomen? Wat gaan aan? Ons hoor daar lang niks van jullie niet. Generaal Cronje het oorgegeen, generaal. Voor eergister al, dinsdag was ik... Vroeg. Geloof en ek het nie gaten weggekryp tot gestraand. Verzorgelijk sy later die story hoor. Cronjese meis het inderdaad geen ander keuse gehad nie. Totale moedverloorenheid het geheers. Op Majuba-dag word amper 4000 burgers kruisgevangenis. Net die verwoeste laar het achtergebleef. En toe die rivier afgeloop het, getuienis van een laaste poging tot bravade. Duisende patronen wat in die water gegooid is, om te verhoed dat het in Engelse handen val. Cronjese oorgave, een van die zwartste dagen in die oorlog. Ik is jammer, Oseen, jou moeite was te vergeefs. Dat zijn mensen geweest, generaal. En dat was gedaan. Dat wou niet meer weg, nie. Ja, maar het kon gewerkt, het kon naar rijk kry. Ja, ik weet, generaal zou kon. In elk geval, Robert sal over 'n paar dae stil wees, ons moet reorganiseer, versterkingsaanvraag. Terloops, jou korps is te goed gekeer. Rapport het vanmorgen van president Krylov teruggekom. Jou rang sal min of meer gelijk staan aan die van een veldkornet, zodat je op krijgsraad kan sit. Daar is een paar heliografiste tot jou beskikking gesteld word. Voor elke Transvaalse burger wat je in die korps opneem, kan je 2 pere aankoop en die krijgscommissaris sal jou voorzien van alles wat je wil hebben. Het zal bekend staan als die TVK, Tron Verkenningskorps. Dank je, generaal. Wat ga je nou maken met die wielrenskorps? Oh, Koos Justus zal oorneem, generaal. Hij die korps zelf stig. Dat is goed zo. Dan nou, zien we dat onze taak is nou veel moeilijker hoor. En je mannen met de Engelsen maar optreden zover als je kan. Maar dan was het goede leiders nodig. Nu zelf van nodig in die gevaarstelling. Die Tron Verkenningskorps, wat veel bekend staan als die TVK, begin leven krijg. Samen met zijn neef Jan Tron en Bani Inslin, zoekt Tron die leden van zijn korps uit. Geharde mannen wat bereid moest wees om onder moeilijke omstandigheden amper voortdurend in die veld te leef, altijd waakzaam, altijd gereed voor actie. Primitief zoals die korps was, lei hulle die basis van een nieuwe soort oorlogvoering, guerrillas. Dani Tron was amper een genadeloze leier. Met de ijsterhand het hy sy korps regeer, maar toch rechtvaardig en goed voor zijn mannen. Eindelijk was hij alleenloper, een enigma. Maar in die tijd meng hij tegen zijn aard en vrijelijk met die mensen. Hij lei door altijd eerste te wees om gevaar te trotseer. Nooit laat hij geleentheid voorbij gaan om die kakies te molesteren. Kapie! Ja!
De voorraad komt in Engelse. Lijkt me zo'n pad Kimberley toe. Eerst een paar waans, 400 man en zo'n paar kanonnen. Benevens verkenningswerk raakt die TVK al groter privilisaal voor die Engelsen. Getrouw aan zijn geaardheid, streeft Tron naar groter en groter uitdagings, groter gevaar. Om patrouilles te molesteren is niet meer genoeg. Nie. Die TVK is mans genoeg voor een hele kolonne Engelsen. Van Kimberley gaan zoeken. Beweegbaarheid was die wachtwoord van die TVK. Opgedeeld in klein groepjes was hulle ooral. Altijd op die hoogte van die vijandse bewegings. Altijd bereid om tot actie oor te gaan. Maar die Engelse oormag was te groot. Na Cronje's oorgave het een soort paniek in die boerenmachten kom sit. Al meer het commando's begin terugval. Zelfs de wet het besef is als Hilaar moet verschuiven. Verdani Tron met zijn voortvarende geaardheid en die besluit helemaal dwars in die krop gesteek. Dus doet eenvoudig lafhartigheid, generaal, soos een klomp klein seentjies wat geskrik het. Die mannen is verslagen, kaptein. Die bezigheid in Cronje het totaal gedemoraliseer. Dus Robbers ook nog op pad in de grootmag. Hulle is bang. Bang diezelfde ding gebeur as in Cronje gebeur het. Dus kan niks met klei terug nie. Ek was net so wel oorgee, vir die Engelsen sy vat ons land. Ons te bang om te beklei. Daniel, jou seun. Ons moed mag misschien nou gebrek wees, maar het sal recht kom. Ons moet intussen terug van Abraham Skraal toe ek nog een draai in Bloemfontein gaan maak. Ek blij jy en jou korps willen achterblijven ter hoogte van Robert's bewegings. Daar was niks wat die Engelse kon keer nie. Robert's machte was op pad om Bloemfontein te beset. Daar was niks wat die TVK kon doen, behalve bespied nie. Vanaf die omliggende heuvels moes hulle maar getroos kyk hoe die oormag voortdreun.
Op 13 maart 1900 wordt Bloemfontein ingeneem, zonder dat een skoot geskiet is. President Steyn het betijds in Kroonstadse richting gevlug. By die ou presidentie in Bloemfontein word die Britse vlag gehys. Maar het was nog nie die einde van die oorlog nie. Nie dadelijk bewus van die nederlaag in Bloemfontein, vecht die TVK vir beter voort. Een handjie vol manne teen de duisende teenstanders kan echter nie veel skade aan. Soos Tron tot sy frustratie moes achterkom. Ik ga niet alleen hier worden, Benny! Het is aangeneem, maar het is amper nie of geskoot geskiet. Duivels. En die boerenmachten? Baie is huis toe. Generaal de Wet het selfs die commandus verlof gegeven om naar die plaas toe te gaan. Waar is die generaal? We gaan vloer Kroonstad toe. President Steyn is daar. Dank je, ik kan me afslag. Wat nu, kapie? Nou. Bloemfontein en alle handen hadden nou direct de schakel met Transvaal voor de voorraden en troepen. Als we net iets daaromtrent moet doen. Jan, Henry, blijf jullie preparen. Charles, breng je dynamiet. De rest van jullie spray uit. Hou jullie ogen op. Dat is onnodig goed ook. Kom eens af. Thank you.
Die verwoesting van die brug bij Glen was die begin van sabotagepogings wat nog lang zou duren. In die Vrijstaat en later ook in Transvaal. Die korps maakt zijn hoofdkwartier op Brandfort. Tron krijgt bij president Stein machtiging om die hele gebied tot bij Bloemfontein te verkennen. Kaki-patrollies te molesteren en verraaiers aan die kaak te stellen. Baie van die boeren het begin voel dat die oorlog zinneloos was. Dat het net een kwestie van tijd was voordat die Engelse oorneem. Sommige mensen het zelfs begin hulp verdien aan die vijand. Iets wat Tron met zijn vurige patriotisme niet kon doen. Nie. Je loodt ze hier. Niet veel. Niet veel is niet veel. Zo'n 20 of 30 zak meel. Hij ligt, kapie. Die loods is vol. Daar is omtrent 150 zakken meel alleen. Wie bere je dit? Je Engelse vrienden. Jullie mors jullie tijd. Ons kan lang al vrede gehad het. De Engelsen gaan toch oornemen. Hoe kom je jullie terug naar jullie plaats waar jullie hoort? Jou soort is in die naam of die kamer werk nie. Chingo. Kapie. Bring die telegraaf saam, voordat die hele wereld laat weet waar ons is. Chingo. Starig maar zeker spreidt die onkeerbare Engelse net weier. Brandfort wordt ingeneem en die TVK moet uitwijk. Tron sluit weer aan bij generaal De Wet met verdere ontstellende nieuws. Antle Kroon staat ook nog gevat. Ja, en ons bezig om op te druk Transvaal toe, generaal. Ja. Je weet ook zin om te vlug, is mooi moeilijk. Maak mooi skaam. Wat kunnen ze anders doen? 12 keer zoveel mannen als ons. Ik heb een sein gehad van Louis Botha. Hij wil ons met terugkeer ter asfalt toe. Met die TVK nodig. Jullie zal je opmars nooit kan stuit nie. Ons kan daarom plagen, meneer. Ja. Jullie het goede werk voor ons gedoen, kaptein. Ik wil dankie sê. Ik denk ons slint tussen terugval Heilbrand toe. Naar president Stein toe en so tussen die Engelse en die flankbuit. Daar is nog oor genoeg van hulle hier, generaal. En hulle soek, generaal. Op maar krim niet te gewoon die handen nie. We zien ons mekaar weer, generaal. Eén dag. Laat het me goed gaan, Oosien. En wil die Engels hier in die handen krim nie. Hoe ken generaal mij? Niks kon inderdaad die Engelse opmars stuit nie. Tronse korps was maar een klein vliegje in die zelf. Op 29 mei 1900 wen die boerenmachte onder generaal Delarey een dapper poging aan om die Britte bij Doornkop net buiten Johannesburg af te weer. Dit misluk. Johannesburg wordt op 31 mei 1900 ingeneem. Pretoria 5 dagen later. Die meeste mensen het gedink die oorlog is voorbij. Min het hulle geweet dat die strijd nog 2 lange jaren zou duren. Op 6 juni 1900 is Danny Tron en zijn verkenniskorps andermaal op pad naar die Vrijstaat. Die korps is intussen tot 300 vergroot. Een paar interessante nieuwe gezichten het bijgekomen. Een paar Hollanders, Duitsers, Russen, een Ier, een Bulgaar, een Griek, een Turk en zelfs een Arabier. Ga die aan, Kokkie. Zegt Melis, die kost niet.
Hij wil niet weet die mannen met kosten maken, man. Je mengt het water. Wat is pappenresus, man? Dit is pappenresus, man. Dit is pappenresus, man. Kappie, rudde wel eens ontzet. Rudde wel eens ontzet, ja. Het tijd om vrolijk te wezen die mannen degelijk benut. Want die werkelijkheid, die oorlog, kon niemand wegredeneren niet. Kappie, is de leren niet kloof gekregen? Dat daar man geschiet. Alles op. Die ferry vandaan, alles op veilig wees daar. Goed zo. Ja, dan kijk wat van de stal aan die skuur word. Soms was het maar stil. Partij van die man had rusteloos geraak en wou graag huis toe. Op een dag is 5 vrijstaters vermis. Tron was woedend. Patrollies is gestuurd en die drosters is gauw aangekeerd en moest leer wat discipline is. Hulle kon net 3 kry, Kapie. Waar was jylle? Doe net, ze rijden net rond. Het is maar soos tyd. Afhaarde, fuck, Kapie! Vat hulle geweer in de bandeliers. En hulle pere. Lek een huis toe loop. Oorlog is het mee. Ja. Maar daar is mensen wat kan verlang. Mensen met vrouwen en kinders. Oorlog is niet plek voor sentimenten, Jan. Weet je ooit wat het is om te verlang, Kappie? Opzak. Wat een dag. Kom. Die TVK was nooit vastverbonden aan een bepaalde commando. Hulp is verleend waar hulp nodig was. Samen met commandant Olivier beplant Tron en zijn mannen om een kolonne Engelsen na bij Lindley uit te wis. Fire! Fire!
klein groepies lê die TVK-manne oral in die randjies versprei. Maar kommandant Olivier daag nie op nie en die dag eindig rampspoedig. Olivier is die meeste van die wereld! Wat kan je van de wereld? Het was nie die eerste keer dat Dani Tron in die steek gelaat is nie. Ook nie die laaste nie. 17 man dood, gewond of gevang. Dit net omdat ons nie op een man kon vou trek. Daarop kon hy nie betuigs mobiliseer nie, kapitein. Hy was net nie daar nie, Jan. Dis nie eenvoudig soos dit. Hy spul by Lindley, weet ook nie wat hy wil hê nie. Kom maar kas op hierdie Engelse vastgekeer, ons net te bang om te beklei. Kan julle nie ompraat nie, kapitein? Werk die samenlik om sikkelaars nie. Ja, die weer rapport, kapie. En dan al die weet het ons nodig. De Engels is bezig om op te druk naar Bethlehem toe. Rij die mannen bij elkaar. Had hulle opzaal. Ons rij nog vannacht. Opzaal, mannen! Opzaal! Wat maken mij eens met deze zoiets en tapies? Op straat. Ja. Dag erop. Ja, Daniel Sien, welkom terug. Wat denk je dat nou Dani Tron van wie ik je verteld? Dag kapitein. Dag president. Hoe lig je, toen je allemaal voorspoedige tocht gehad? Paar skermutselingen op pad, generaal. Vooral bij Blauwkop is het amper slecht gegaan. Een paar van ons mannen eerlijk verwond. Ja. Jij gaat toch wel niet te goed, niet? Dorp is bij je Engels gezind. Als van die mensen wat al gereed maken om die kaartjes te verwelkomen. Mannen verwacht, generaal, alleen. Als we vannacht nog oprukken, dan morgen hier wees. Wat is die plan, generaal? Ik denk niet dat ze zomaar makkelijk wordt grof geskipt in die dorp. Losbarsten, er zijn te veel vrouwen en kinders van die sympathiseerders bij. Ik weet, jij moet je voetvolk wat invallen toe me. Ik sleel flanken dek, haar bij Platberg met infanterie. Ja, ik denk dat we zomaar dadelijk vertrek. Geef die mannen kans om weer een slag ordentelijke koers in je handen te krijgen. Ja, maar maak zo, ons bij je verbinden. Dank je. Dag president, dag kapitein. Merkwaardige man. Ja. Altijd op zoek naar gevaar, bijna roekeloos. Wat zou die man zoiets laten doen, Christian? Ik weet niet zo mooi, niet, president. Man praat niet veel, niet. Weet zijn nooit eens kort voor die oorlog dood. Misschien iets daarmee te doen. Die mensen van Bethlehem was overtuigd dat die Engelsen die dorp zonder moeite zou bezet. In so mate dat die hotel-eienaar een feestmaal vir die kakies voorbereid het. Maar hy het nie met die TVK's eetlus rekening gehou nie. Tron het altyd gesorg dat sy mense goed eet as die geleentheid daar was. Vandaar die TVK's bynaam, Kaptein Dik Eet en sy manne. Robin! Mr. Tron! Mr. Tron, your men are eating all the food. When the English get back, there'll be nothing left. Harold, meneer Dunstan hier zei ons moet eten, zij spenden nog vol kost. Als het mannen leeft, morgen weer. Morgen
Kapi, hoe lijkt het allemaal nog een beetje leeg? Azee. Dank je. Op in T4K. T4K. Zoals beplan verdedigt die TVK die volgende ochtend die dorp. De wit zou die Engelse opmars van die omliggende randjes proberen steunen. Maar weer is die oormacht te groot. De wit moet terugvallen. En alleen kon die TVK niet die strijd volhouden. Nie. Als generaal de wet! Hij zit er dief nek, ons moet hem daar krijgen. Laks, staak vuur en de pad geven! De wit retireert verder tot in die witte bergen nabij Voorisborg. Die Britse macht het hem omsingel. En die generaal het besef als hij in president Stein gevangen wordt, dat net een kwestie van tijd zou wees voor het allemaal oorgie. Wat is uw plan, Christian? President, ik zal iemand uit. Noordwaarts. Mijn mensen, het generaal. Doe zoiets voor die 2000, Danny. Dat is waar jij ze moet helpen. Jij zal vooral mijn achterhoede moeten wees. Mijn gedurig laat weten precies waar die Engels is. Als er een oor uitveer, moet ons net wegwees in die nacht. Ik zal dadelijk mijn secties uitzien, generaal. Dag, president. Goeiedag. Goeie man, Christian. Ja, president. Dat heb ik haastig soms. Terwijl die verkenningskorps een route probeert vaststellen, is die laatste voorbereidings bij de Witse commando getref voor die nou historische deurtocht door die Britse linies. Verhoor! Die konvooi het bestaan uit zowat 400 waans en 2000 burgers. Die succes van die tocht het grootliks afgang van die TVK's verkenningsvermogen. Om de wet voortdurend op die hoogte te houden van Britse bewegings. Tron volgt zijn beproefde tactiek door zijn korps een groepjes van 12 man uit te sturen. Door zowat 750 meter van elkaar stelling in te nemen, wordt die indruk geschept dat de uitgebreide vechtlinie van meer dan 10 kilometer die konvooi beschermt. Verder vormen ze achterhoede en trekt die kakische aandacht af met onverwachte aanvallen uit alle oorden. Tot na 1 uur die ochtend van 16 juli die mag voortgetrek. Op die plaats Witlip wordt haar uiteindelijk afgezaal in gerust. Maar vroeg ochtend wordt haar weer die pad gevat. De wet in president Stein moet nog verder noord, Transvaal. Tron en zijn mannen is voortdurend bij om te verkennen en die wereld voor die vijand moeilijk te maken.
kyk maar, die Engels het achtergekom, generaal het deurgebrek. En het begint vol. Maak die wereld vir hulle moeilik, as ons net oor die Transvaalse grens kan kom. Maar hulle sal van ons weet. Die gevaar was nog lang nie verby nie. Britse kolonnes was steeds warm op de wetse spoor. Steeds verder noord. En die dag wordt Danitron bevorderd tot commandant. Maar voor zijn makkers zou hij altijd kapie blijven. Uiteindelijk, op 6 augustus 1900, trekt de wet bij Schoemans Druf door die Vaalrivier. Die TVK vergezel hem nog tot op Wintersdorp. En op zondag 12 augustus scheidde Wet in Tronse paaien op een ongelukkige noot. De Wet de Tron daarvan beschuldigd dat hij om niet betijds gewaarschuwd in een verrassingsaanval door Matthew in die vorige week niet. President Stein probeert die vrede bewaar, maar de Wet trekt verder met generaal Liebenberg van Transvaal en die TVK kies hulle eie koers om een paar welverdiende dagen van rust te geniet bij Mooiriviers oog. Zij waren het gaan. Meneer, maar ik denk dat je naar Aniki's graf toe. De Meerlingse plaats is net die alert dan. Ja. Als bij van ons wat niemand weet om naar terug te kunnen naar vooraf. We zullen allemaal van vooraf moeten gaan. Weet niet van Kapi niet. Hij is anders. Voor hem was daar nog altijd net één meisje geweest. Ik kreeg soms die gevoel dat die oorlog voor hem... uitkomst is.
Annie Needling, benevens sy land die enigste liefde in Dani Tron se lewe. In Augustus 1898 speel sy eenmiddag tennis. Die aand laat sy dat sy sleg voel. Ook haar suster Etta begint nieserig voel. Dani sou die naweek kom kuier het, maar weens die meisie se ongesteldheid word het afgestel. Almal dink dit sommer net verkoue, maar die meisies word sieker. Dokters hulp word uit Johannesburg ontbied. Alles te vergeefs. Op 29 Augustus sterf Annie en dieselfde middag ook haar suster. Albei slagoffers van longontsteking. Dit was 'n slag wat Dani nooit kon vergeet nie. Koffie, Dani? Nee, Dani. Dit was die Here se wil. Ons moet leer vergeet. Ek het vir jou 'n bietjie beskuit ingepak. Jylle met my op Eikenhof by Anniekie begrawe as ek iets so oorkom. Wat praai jy nou? Ek sê, as ek iets so oorkom by jylle my by Anniekie by Eikenhof begrawe. Ons sal jy een van die dae begrawe as jy so aangaan. Die voeter ons altyd in die gevaar. Mense net een kans met die dood. Jy moet daaraan begin dink. Twee liefdespanning. En dan is al wat ek nog hoor het. Dan het dit ook verloor. Die VK raak baie bedrywig aan die Witwatersrand. Daar is talle sabotasies. Roodepoortstasie word onder meer opgeblaas. Geen kakiepatrollie word met rus gelaat nie. Gevangenes is geneem en boeregevangenes word uit tronke bevry. Guerrilla oorlogvoering begin sterk vorm aanneem. Drie van hulle.
fort verwoes en treinen opgeblaas. Die DVK's hoofddoel is om verbindingsroutes en communicatie te ontwrig. Tron raak zo vlieg in die sal vir die Engelse, dat de prijs van 1000 pond op zijn kop geblaas wordt. Raise your hands, gentlemen. Drop your rifles. Bring it off. Up with your hands, gentlemen. Ja, die hele graaf van hem. Ik wil voor die ammunitie kan staan. Alles wat ik kan gebruiken. Hey, oh, kokkie. Ik zie je, je juiste kaki. Oké, ik ben terug hier achter die bossen van gekregen. What are you going to do to me? Shoot for your token and you're up free. That is fine. Oh, that's fine. Wait. Go. Tron laat hem niet stuur die reprijs op zijn kop niet. Soms stap hij amper letterlijk die leeuwkuil binnen. What did you really think of Hamilton, sir? Hello, young fellow. Haven't seen you around here before. Come and have a drink. Captain James, sir. Sit down, James. You're not one of Hamilton's crowd, are you? Yes, sir. What are you about, George? Funny, we were just discussing the general. And so we were. Newton, Tucker's 7th Division. Did he see if we'd get James a drink, will you? Oh, surely, surely. Thank you, sir. Nice to have you here, James. Simpson. Ander lede van die korps beweeg ook onder die kakies. Nie altyd so onopsigtelik nie. They promised us we'd be back home in 6 months. I hear the Highland Regiment is going to sweep up after Hamilton. And within a few days, they will chase up and deal with De Wet. Thereafter, the British flag will be run up. Where? All over the ruddy place. Well, as far as I'm concerned, the sooner the better and we can go home. Well, according to Mackenzie, old Kruger will retreat north as far as Leidenburg and then leave Pretoria lightly defended. More will go on, of course, but the important thing is that Roberts must crush De Wet before marching out of the Free State. Disarm the Boer population. It's the only way, to ensure that he gets no further support. I agree, sir. It does seem as if Lord Roberts is incapable of ever catching up with De Wet, the way things are now. I say, you haven't uttered a word all night, Squire. You must be a ruddy spy or something for those fancies back there. Or what? Gosh, whiskey. That's good medicine for a sore throat. Well, James, nice to see you. We had a useful chat. Thank you, sir. Oh, by the way, be careful if I were you. That bastard Tyrone and his scouts are prowling about. I'll be on my guard, sir. Yes, I should. Good night. Cheerio. Well, Billy, nice young fellow, wasn't he? Very much so. Evening, soldier. Will you please see that Colonel Bradsbury gets this?
sir. Als goed af, Lou. Big fijn. En jij? Ja. Mijn para, kapie. Ja, ze percent van Colonel Bridesbury. Kost geen pad. Thank you. Thanks for your hospitality and a nice dinner. You may be surprised to know that tonight you've been entertaining Darnie Tron. What? Well, I'm damned. Teen laat winter daardie jaar raak sake 'n bietjie stil vir die TVK. Na 'n paar mislukte sabotasiepogings is almal maar effens back af. En verwelkom 'n oproep van generaal Liebenberg om 'n groot kolonne Britte by Gatsrand op die plaas Elandsfontein te gaan voorlê. Op die plaas het die boerenoentjies die legendariese verkenner en sy manne verwelkom met lentjies en kokardietjies in die vuurkleur. Die volgende oggend word stelling ingeneem en daar word gewag op generaal Liebenberg. Byna 8 uur, nog geen teken van Liebenberg. Hoe goed ken hy die wêreld hierop? Ek weet nie, maar die afspraak was dat ons hier moet gaan. Hy sou in die oorkastrand gewees het. En Engels is al hier. Daar is daar iemand stuur om te sien. Waar bly? Ze liever ze zelf gaan. Dan weet ik het wordt goed gedoen. Wel! Kapie! Geef ons die paarden, ons rijdt in die kopie uit. Graag, kapie! Niet schieten ze jullie de Engelse gevaar niet. Ze zijn net onze posities verraaien. Kapie, en wat van je koos? Later. Ik hoop niet dat je gaan staan en maak moeilijkheid nie. Die Engelse kolonne is groot. Maak hem lief. Fire! 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 Fire!
die Kaki'se tron daar aangetref en saam met hulle eie dooie verkenners in vlak graf te begrawe, sonder om bewus te wees dat dit die baasverkenner Dani Tron is. Sy manne het hom later ontdek en 'n behoorlike begrafnis is in die familiekerkhof van die Pienaars op Elandsfontein gehou. Eers na die oorlog in 1903 is Aaron Tron se wens voldoen. 'N derde keer is hy begrawe. 'N laaste rusplek. Langs sy geliefde Hannie Netling. Op die ouderdom van 28 jaar het Dani Tron die hoogste prys betaal. Vir sy geloof in vryheid, vir sy geloof in sy land en volk.